Yo, dames en heren. Leuk dat je kijkt bij een nieuwe vlog. Ik ben eindelijk over mijn social anxiety heen, want ik sta hier nu gewoon buiten midden op straat te vloggen. Super ongemakkelijk, doet er even niet toe. Ik ben nu momenteel bij Amsterdam Sloterdijk. En we zijn hier niet zomaar, jongens. Nee, ik heb vandaag een hele speciale video content. Het gaat super lekker de laatste tijd. Super bedankt voor alle support. Maar dat zorgt er natuurlijk ook gewoon voor dat je wat grotere collabs kan doen. Dus vandaag gaan we trainen met JJ Boske. Een icoon in de fitness scene, om het toch even zo te noemen. Dus ik sta nu hier, hij pikt mij hier zo op en ik ga jullie meenemen vandaag. Goedemorgen, maatje. Kom er ook uit. Kom er ook uit. Goedemorgen. Kom je er ook uit? Ik ben op zoek naar JJ Boske, is die hier? Ik ben hier. Ik zit in de achterbak. In de achterbak. Snel. Nieuw. Jemig. Zoveel. Dat is helemaal niet goed voor je. Moet je even zo doen, dan denk ik, oké, dames en heren, we zijn vandaag in Basic Fit in Sloterdijk. Is dat waar we zijn? Ik denk het. En we zijn hier, we zijn hier met de lieftallig... De one only. Het zit een haar in mijn mond. BB Joske. Kan je voor mij rijden? En ik zou eigenlijk legs moeten trainen vandaag. Dus vandaar dat we hier bij de, bank zitten. Bij de beenpressen staan. We gaan vandaag een leuk chestdaytje knallen en daarna gaan we lekker voor Tom's video. Dat meneer afspraakjes wilde maken. Gaan we viral. Gaan we overal de rij staan. Gaan we door het hele alfabet eten. Ik ga door heel het alfabet heen eten en vandaag is de letter T. Want u vindt kleine tietjes, vindt u lekker? Ja. Man doet niks anders in zijn leven. Ik vind het een beetje belachelijk lean nog bent voor iemand die eigenlijk de hele dag door alleen maar rare shit loopt te eten. Bro, niet normaal. Hij wordt effe, hè? Minder tillen. Ik heb niet door het alfabet gegeven. Normaal, dat is mijn ochtendritueel. Eerst even door het alfabet eten. En dan even... Dat is het geheim voor games, zeg maar. Dat is het geheim voor grote chess. Ja. Laat het zien. Ik geloof in mezelf. Ja. Je hebt ook niet door het alfabet gegeten. Nee, klopt. Maar ik heb dus wel... Begin deze week heb ik 10.000 calorieën geconsumeerd. En ik heb dat gecompenseerd door de dag daarna meteen 2 dagen te vasten. Dus ik merk wel echt dat mijn lichaam zoiets heeft van... Yo, what the fuck ben je allemaal aan het doen of zo. Mijn fysieke prestaties gaan enorm achteruit voor jullie plezier, hè, jongens. Dat jullie dat maar weten. Ik ben altijd wel in voor een challenge. Ik zeg nooit nee, hè, tegen een video. Ik weet niet of dat al is opgevallen. Zullen we elkaar nu zoenen voor de camera? En dan, ja, is goed. Als prank doen dat we gay zijn. Maar dan ook echt zoenen. Wat is hier de prank van, zeg maar? Kom er ook uit? Of blijf je nog liggen? Nou, kom er ook uit. Maar je moet wel wat eruit nu, hè? Of blijf doen, Inge. En dan vragen mensen hoe het nou is om met Tom te sporten, maar Tom heeft echt maar gewoon 3 hele woorden in zijn vocabulaire. Alfabet eten? En dat is 2. Kom je er ook uit? Kom je er ook uit. 7. Of ga je nog koffie drinken? Ja, ben ik koffie. Meer zegt hij eigenlijk niet. Nee. Alfabet eten? Kom je er ook uit? Ik steek je aan, hè? Of blijf je nog liggen? Het is Je moet er even echt uitkomen, hoor. Alfabet eten, moet je ook niet vergeten. Alfabet eten. Ja, shit, ik had camera vast, man. Sorry. Oh. Ik denk dat het misschien niet heel handig was om gisteren ook chest te trainen. Oh, je hebt gisteren ook chest getraind? Ja. En daarom heb ik nu... Ik had vandaag oprecht benen, zeg maar. Hey, maar dat ik doe dacht ik allemaal... jij gisteren rug gehad of zo. Maar dat doe ik allemaal voor jullie mensen thuis, hè? Dus laat even een blauw duimpje achter als je. Voor mij. En voor Tom doe ik dat. Ja. Ja, dat had ik eigenlijk net ook al met Tom over. Maar ik denk dat heel veel mensen niet snappen dat
heel veel echte fitnessprogressie echt ziek verloren gaat in het willen maken van content, zeg maar. Ik weet niet of jij dat ook dan merkt met allemaal rare shit die je moet eten ofzo, of Bo, heb je mij gezien? Dit krijg je als je nooit af wilt eten. Dit krijg je als je nooit af wilt eten. Oké, laat maar, dan heb ik niks gezegd. Dan is dit hele punt niet meer verliezen. De reden waarom ik train, hè? Ik train om niet verkracht te worden, want er zijn waarschijnlijk mensen die trainen om te verkrachten. Zo. Oh, dat is jammer. Zo, het is weer een diepgaande video. Godverdomme, wat een quote dit, die ja. Tegels in. Wil toch mensen iets leren in deze video? Oh, ja, we merken dat er heel weinig educatie in mijn video's zit, dus vandaag ga ik jullie... Dus vandaag ga ik jullie leren hoe je het best een like kan verstoppen. Oké, dames en heren, het gymgedeelte is klaar. De Basic Fit kleedkamer rookt super lekker. We hebben nog een deadlift challenge opgenomen. Dat komt allemaal op deze man's kanaal. Iemand een tumor had doorgeslikt, gekauwd en dan erop gekotst. Ja. Jij weet hoe dat ruikt? Ik ben koud. Koud! Mijn ogen! En nu komen we aan bij het tweede gedeelte, het leuke gedeelte. Wij gaan nu namelijk door heel Amsterdam rijden. En koulo harde vloggen spelen. Echt koulo hard. Ook gewoon de hele tijd dat interessant doen rijden met twee van die camera's rondlopen. En dan... Oh! Hoeveel abonnees heb je dan? Ja, nog geen 3000. Hé, hey, maar kom op, je moet het ook een beetje laten lijken in het leven. Wij gaan dus nu elke tent langs in Amsterdam om die... Viral TikTok Foods. De Viral TikTok Food Challenge. Ja, dat klinkt dan weer oké. En dat komt allemaal op het Tomsa kanaal, jongens. Dus abonneer ook even op deze jonge man. Want hij heeft het harder nodig dan ik. dat valt wel mee. Nou, dames en heren, we hebben de. Wat hebben we? We hebben een hype crispy sushi. Crispy sushi sandwich. Yeah, het was. Very crispy. Dit, ja, ik wilde eigenlijk zeggen dat het klein was, maar ik denk als ik dit in mijn broek heb, dat ik dan wel. Maar dit is toch lang? Dit is toch heel groot? Ja, en de dikte vind ik ook wel onpraktisch. Dit is toch ik zit nu gewoon een week verder ben ik gewoon weer met. Met gym bro, met een man gewoon hele romantische shit aan het doen, zeg maar. Dat is toch leuk, joh. Dat is toch leuk. Maar ik ook ben op gym date met Jos, met Kai en nu met jou. Oh, ik ben wel, ik sminkel wel van heel veel walletjes, merk ik zo. Nee, maar ik had ook niet verwacht dat we het zo snel zouden hebben, want ze hebben dit volgens mij gewoon kant en klaar liggen, zeg maar. Maar wat zit hier ook op? Waarschijnlijk lag dit er gewoon al een week. Maar wat komt de geur je bekend voor? Nee. Moet me een beetje denken aan mijn moeder. Hij is cryptie. Hij is zeker cryptie. Wacht. Hello? Hello? Ik mis haar een beetje, man. Maar hij is ook niet lekker. Nou, kijk. Zou je hem nog een keer kopen? Nou, niet voor tientje. Oh. 10 euro, hè? Nee, 9,95. Oh, sorry. Als je code alfabet gebruikt, dan... Ik denk als je gewoon los een pak zalm uit de supermarkt eet met gewoon saus erop, dat je dan een beetje hetzelfde effect hebt. Ja, is wel een beetje overhyped, man. Nou, is dat sowieso niet de moraal van het verhaal van alles wat we vandaag gaan testen? Dat eigenlijk alles gewoon overhypte Amsterdamse kuttent is, vind ik zeg niet. Maar. Want we gaan zo meteen, en dat iets dat heeft rode lichten, ruikt een beetje naar vis. Het is wel wat duurder, dus ik denk rond de 150 euro of zo ligt er aan wat je wilt doen. Is een hoer 150 euro? Maar we gaan naar de volgende. Ik bepaal zelf wat ik doe. Oh. Oké, dames en heren, dat was de vlog vanaf mijn kant. Wil je de volledige video checken? Nou ja, wil je de volledige video checken waarin wij dus alle hippe Amsterdamse kuttankers afgaan voor hip vet voedsel? Check dan de video ga op dan naar OnlyFans. Oh. Ja, dat kan ook. En ja, dat was hem vanaf mijn kant, jongens. Like, abonneer, drop een comment met wie ik door het alfabet moet gaan eten ofzo. En ik zie jullie allemaal de volgende keer.